In deze video laten we zien hoe je zelf ondervloer kan leggen. Met de Sensis ISO-board is het mogelijk om oneffenheden van 3 tot 4 mm te egaliseren. Voordat we beginnen, kijken we eerst wat we nodig hebben. Natuurlijk ondervloer, rolmaat en potlood, een afbreekmes en een waterpas. Controleer of de vloer egaal is. Bij verschillen groter dan 4 mm per vierkante meter zal de vloer opgevuld en geëgaliseerd moeten worden. Zorg voordat je begint met het leggen van de ondervloer voor een opgeruimde omgeving. Veeg of stofzuig alle stof weg. Daarna kun je aan de slag. Voor dit stappenplan gebruiken we de ISO-board ondervloer. Deze is goed voor het egaliseren van oneffenheden van 3 tot 4 mm. Leg de eerste rij platen met de korte kanten tegen elkaar aan. Leg de laatste plaat die te lang is over de al gelegde plaat. Snijd de onderste plaat met een afbreekmes en breek deze af. Leg deze vervolgens in de hoek. Begin de tweede rij met het restant van je plaat. Teken lastige hoeken af met een potlood en snijd de plaat op maat. Sluit alles goed aan elkaar aan en vul eventueel kieren met stukjes plaat. Herhaal deze stap totdat de ondervloer over de gehele vloer is gelegd. De volgende stap is laminaat leggen. Meer weten over laminaat leggen? Bekijk dan het stappenplan op praxis.nl.